Mijn advies is om zoveel mogelijk films te gaan zien. En er zijn waarschijnlijk films, zeg maar, die je minder goed vindt. Bijvoorbeeld, je kan een Bergman. Kunnen we allemaal over discussiëren of je die goed vindt of niet goed vindt. Nou, eigenlijk is dat niet. Waar het om gaat is dat je moet kunnen zien, in mijn ogen, waarom andere mensen een Bergman of een Tarkovsky of een Godard of een Bresson of een Regardas, waarom mensen dat soort makers goed vinden. Of jij hun films goed vindt, dat is iets anders. Maar je moet wel volgens mij kunnen zien wat hun kwaliteiten zijn. En volgens mij is dat onwijs iets. Ik denk dat dat belangrijk is. Omdat je op de filmacademie merkte ik altijd heel erg van Tarkovsky. Weet je wel, heel veel mensen trokken dat niet en dan keken ze er ook niet naar. Maar ik had mezelf toen aangeleerd, want ik trok Tarkovsky ook niet en Bergman helemaal niet, dat ik gewoon al zijn films ben gaan kijken tot ik op een gegeven moment doorkreeg, zeg maar, waarom eigenlijk dit interessante filmmakers zijn. En of ik ze op dit moment interessante filmmakers vind, dat is een ander verhaal. Maar ik weet wel waarom ze interessante filmmakers zijn.